Hey, Mina. Waar ben je? We zijn op Vosmeer. Vosmeer? Ja. Is daar wat te doen op Vosmeer dan? Ja. We wouden toch een middagje op stap. Ja, ja. Maar dan ben ik eens op internet gaan zoeken en dan kwam ik toch op een site terecht. Ja. Knuf9.nl. Knuf9? Oh ja, maar Koosje jou natuurlijk. Van voorlezen. Ja. Of tenminste, alles voorlezen dan. En ik weet daar nooit... Wat voor boek je hebt gedaan? Misschien had deze vrouw... Ja, het is een vrouw. Misschien had deze vrouw een leuk idee uit. Ja. Want volgens mij staat het toch op de auto. Zet op de auto. Hoe was je druk bezig met typen op de ja, site? Ja, en met die knuffels. Met die knuffels. Ja, om dat dan te vertellen naar een verhaal. Goedemorgen. Dan hebben we Kootje. Ja, en Mina. Normaal Mina? Zou ik Lena meenemen, nou. Maar die of een tiet. Ja, nee. Weinig tiet. Nee. Ja, ons waren nieuwsgierig eigenlijk horen. Onze doen graag huidstapjes. Zelf, ja, joh. En dan zetten we op een site in. Nou, en nu kom ik op de site van Knuf9 terecht. Dat is een hele goeie, ja. Ik ben wat op zoek voor Koosje. Wil ik het leuks mee Koosje gaan doen? Oh, je weet er meer van? Ja, maar ik ben wel een beetje op kinderen gericht. Ja. Oh ja, maar dat ons best is wel een dingetje kinders. Misschien. Ja. Ons behoorlijke kinderen. Ja, ik kan ook wel. Blijf altijd jong, toch? Dus ons mijn gemeente bent... Ja, kom maar eens even kijken. Ik ben wel benieuwd toe. Knuf9 is een beetje zenuwachtig. Ja, mij ook. Ja, Knuf9... Nou... Bubbenbim. Ja, gezellig. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt dat je ons bent. Want het is best koud hier. Ja, het is koud. Ja, maar het is wel gezond. Hè. Nou, al goed. Wat nou verteld over een website. Knuf9.nl. Het klinkt nu al leuk. Alleen, ik lees er eens voor mijn nichtje van Koosje. En ik zit eigenlijk altijd wel eens een beetje te kijken. Ja, wat moet ik nu weer voorlezen? Want je komt altijd wel een beetje terug op het oude tijd. Ja. Als het zo zag. Maar dit is volgens mij helemaal nieuw. Nee, dit is helemaal leuk. Hoe ben je er aan toe gekomen? Nou, een beetje een gekkigheidje. Ik heb twee dochters van 3 en 6. Dat is leuk. Ik heb ze druk. Er roept er een, dus ik ga ze even halen. Ja hoor. Ja, dat is wel... ja hoor. Silke wel. Silke gaat graag op de foto. Toch? Ik vind hem wat minder. Ja, maar... En dan staan Kootje en Lena deur en dan is het helemaal... Ja, maar film is net de foto. Ja, daarom. Alleen iedere foto is achter de koren. Ja, nou was ze toch een beetje verlegen. Hoe ben je? Silke is 3, hè? Drie al? Toen Silke 3 was, dan had Silke allemaal knuffels. Oh. Ik heb er heel veel. Zo, die. En nog een paar. Ja, mijn kleinzeugen die worden een volgende donderdag 3. Nou, knuffeltje geven doet altijd goed. Ja. Nou, ik ben voor het scouten, dus... Oh. Dan kan ik knuffel opzetten, een dubbel knuffel. Ja, jezelf knuffel. Op de achterstoel. Zie je, kan het toch mee? Ja, zeker. Maar het begon met Silke. Silke was geboren en die was... Die zat in de draagzak en die lag in de kinderwagen en dan ga je op de foto waar je bent geweest. En dan ging niemand Silke zat daar dus. Dus dan pakte ik de lievelingsknuffels. Dat Silke! Oké, waar waren we gebleven? Bij de lievelingsknuffel van Silke. Ja. Dus toen zette ik die foto van knuffel van Silke op de foto. Nou, dat was hartstikke leuk en ik kreeg er heel veel leuke reacties op van gezellig met die knuffel en hartstikke leuk. Oké. Toen 3 jaar later dacht ik, ja, daar moet ik wel mee, dat is toch gezellig, creatief, ik moet wat anders, ik verveel me soms. Met 2 kinderen. Ja. Dus je bent nu vrouw, goed berekend. Nee, ik werk 3 dagen. Oh, je en toch nog even. Tegenwoordig moet dat, hè? Je bent een echte ziel. Nee, ja. Nee. Dat hoor je niet, hè? Johan Achter zie je kunnen wezen. Ja. En die wijk ook graag. Ja, zeker. Ja. Ik kom uit Brabant. Ja, niks mee. Ik kom uit niks mee. Ja, maar ik kom van Smediek. Ja, nou, helemaal goed. Dolus Stalland, we hebben alles al gehad. Ja, maar smaalt het bij elkaar, dan kom je volgens mij terecht. Nou, ja, terecht. Nou, nee, dat is wel. Prachtig. Oké, goed, ben hoe 3 jaar vader en dan wil je er wat mee. Ja, wat ga je er dan mee doen? Ja, wist ik ook niet. Hij nog even de camera ook, ik een beetje... Ja, is een beetje handig. Nee, wist ik eigenlijk ook niet, maar ik denk, ja, met die foto's kan ik wat mee. Toen ben ik maar gestart in juni met een beetje leuke foto's, uitstapjes, belevenissen van Knuf9. Maar ja, dan wordt het toch lastig, want je zit niet constant heel Nederland om. Ik denk, nee. Nou, wat is nou leuk? Nou, wonen op Teulen. Wat is nou mooi om Teulen, om het dichtbij te houden? Dus je gaat naar school of... Nee, ik ga gewoon, wat ik nu doe, is gewoon uitstapjes in Nederland hou ik erbij. En wat ik doe, is eigenlijk nu in Teulen het verzamelpunt van Knuf9. Nee, wat leuk is voor kinderen.
Aha, ja. En hoe kunnen de mensen dat nu vinden? Via de website? Ja, of, ik heb heel veel via Facebook. Ik heb geen YouTube kanaal net als jullie. Zo hip en happen, ik denk dan nog niet. Oh, maar dat komt wel over een tijdje misschien. Het begint eigenlijk met die Facebook-site en dat is leuk, want er zitten allemaal leuke winacties op van alle lokale ondernemers. Daar ben ik nog gelezen. Je kan hele leuke dingen winnen. Wat kan je allemaal winnen op dit moment? Ik heb chocoladeletters, ik heb dit moment ook een tasje weggegeven. Volgende week geef ik een naam allemaal weg van iemand uit Smediek. Kapsalon op de Markt. Klinkt ook heel veel. Dat klinkt heel veel. Geef ik daar ook van weg. Ja, een keer een theepakket en een keer een eigen knuffel. Dus ja. En zal ik stiekem van alles wat? Roosje, ja. Ook al een keer gewonnen. Nee. Toen hebben we lekkere aardbeien wezen eten. Oh, het was lekker. Een heel mooi pakketje. Dus maar, dat kan je niet vertellen. Ja, nee, dat was die zaak. Dat was die zaak dat je niet kon. En toen hij niet gezegd werd. Daar ben je me op. Wat denk je dan? Daar ging ze gewoon halen. Gewoon je schoonzuster morgen. Maar goed, dat geeft niet. Maar is er ook een boekje van? Of is nee, ik heb een website. Oh, website. Die heb ik samen met iemand gemaakt, want zo heel handig was ik daar allemaal nog niet mee. Oké, leuk. Nou, daar staan de winacties op, de belevenissen. Dat zijn allemaal de uitstapjes van Knufnijn. En zijn daar ook de verhalen op? Of? Hier heb ik de verhaaltjes. Ik ben bijvoorbeeld bij iemand geweest in Stallon. Nou, Knufnijn doet sportief. Nou, zetten we Knufnijn aan, doet hij toch hartstikke gek. Oh, Knufnijn, die doet eigenlijk alles dat hij niet hoeft te doen. Nee, waar ik allemaal niet zo handig in ben, dat is Knufnijn. Ja, zeker. Bolen kan ik ook niet. Dus Knufnijn, die... Ja, Knufnijn gaat op pad. Naar lokale ondernemers. En die beleefde verhaaltjes die jij niet beleeft. Ja. Eigenlijk. Ja, die van mijn dochters eigenlijk, de kinders. Oh, ja. Leuk dat man. Dat is leuk. Dat denk ik ook. Ping. Ja. Nou, ping. Nou ping. Ja, goed. Misschien dan wel weer nog een. Maar ze hebben gewoon, anders doen jullie het niet. Jullie doen het voor de grote mensen. Ja, ons bent er ook achter gekomen. Hoe het de maas met nat, hoe het de kinderen. Ja. En dat is wel leuk van de hart, maas. Daar komt het kind er wel eens uit en hij is een plaatje. Dat vind ik leuk. Ja, gezellig. Oh, ik serieus. Daarom vonden we dit een heel leuk kus. Maar ook een heel leuk kus. Want je bent er nog maar een paar jaar. Ja, zo'n 5 alweer denk ik. En jij bent hier belangrijk. Ik heb een hele handige man. Een handige schoonvader. Nou, het is wel. Ik ben ook hier op lekkers langsbij. Ik vond hem aardig. En dan. En je zag het steeds mooier worden. Ik dacht, wow, wie zou dat doen? Wie zit nu achter de deuren? Knuf, die had dat ook kunnen bouwen, zeg maar. Ja. Eigen kantoortje. Een eigen kantoortje. Een eigen kantoortje. Dat ik nog geen zin nog van eens. Een eigen bedje. Ook nog. Een eigen bedje. Ja, echt. Het is toch niet normaal tegenwoordig met die knuffels, hè? En? Ben me gestopt. Ik heb vandaag... op een speciaal moment gekomen, want het schijnt dat knuffels ook wel slap worden en die kan je weer beter maken. Ja, knuffels worden zijn stikzenuwachtig nu. Hij ligt op de operatietafel. Echt waar? Hij is een beetje ingekakt. Een beetje? Beetje. Ja. Is wel slap. Ja, hij blijft hier zo zitten en zo. Hij ook een beetje uit, een beetje rimpels hier, een beetje rimpels. Ik weet niet waar hij alles aan doen. Oké. Dus ik dacht, dat doen we bij knuff. En dus we nemen een kussen. En dan maak je hem open. Ik ga hem straks nog even opvullen. Jij hebt hem al open gemaakt? Ja, dat moet ik nog doen. Oh, hij moet eerst nog helemaal nog kozen. En dan stuur je dan. Dat moet ook allemaal doen. Zit daar. Ja, en dan in vanaf de man. Het is net een echt mens eigenlijk. Een echt dier. Ik weet niet, maar... Weet je dat je Kim Kardashian kent? Ja, zeker. Nou, ja, dat kunnen we ook doen, hè. Ja. Nou, oké, nu is de canine is geopereerd en dat is gevuld. En ik kan kooitje ook wel zorgen. Ik durf me nou niet te vragen. Maar zou ik dat bij Min ook een beetje kwaad? Ik ga bij Min ook wel een beetje zappen. En dan doe ik je met je. Ik kan natuurlijk niet alles tegelijkertijd. Nee, dat snap ik. Maar wat is nou dat? Ja, hij liep met mijn kraaipootjes. Ja, dat kan wel een beetje hoor. Zo. Oh ja. Een beetje trekken. Ja. Een beetje daar. Ja, ik voel het al. Ja, het voelt veel beter. Even 6 weken die bril ophouden. Oh, ja, nou, oké. Maar
Nou, dan doen we dus, je hebt de maas toe, ja. Ben je met dacanine en dacanine dat beleeft verhaal. Ja. Dan zet je op de site, is er ook nog een verzamelpunt van? Of? Ja, ik heb een verzamelpunt, dat is eigenlijk ook hartstikke leuk, want de konijn, ja, dat gaat... Zet hem met je rug naar de kamer. Gaan we even zo. Nou, de konijn gaat overal naartoe. Binnenkort gaat hij naar de bowling hier in Tolen, gaat hij rondje bowlen. Oh, en wat de bowling ook bijvoorbeeld heeft gedaan, is leuk voor kinderfeestjes. Ja, kom maar naar de buurt. Ja. Knufnijn. Dat was ie. In de buurt, Tolen. Aha. Dan gaan we naar kinderfeestjes en dan zie je wat er allemaal te beleven is. Kinderfeestjes? Ja, oh, dat is wel handig voor Koos. Want die gaat dus over de brug. Er is bijvoorbeeld ook een nieuw Vossenmeer. Nou, ja, die kinderen gaan over de brug komen. Ja, die toch? Tegenwoordig kan dat, hè? Nou, met paardenkinderfeestjes en dergelijke. Hartstikke leuk. En dan binnenkort, wat ik nu erg druk mee ben, is voor mama's. Oh, nou, dat is wel voor de moeders, hè? Voor Mina, ja. Ik zie Mina alweer 2 meter erover. Een beetje beauty, high tea. Oh, zei het er niet tegen Lena? Ja, we gaan heel erg met z'n op stap. Ja, dat zal wel en je was op Koos. Ja, dat komt helemaal. Oh ja, net, dat vind ik niet. Dat komt helemaal. Het is genoeg leuks te doen op Tolen, hoor. Maar daarnaast is natuurlijk, ja, ik maak me een slag in de ronde. En alleen zei shoppen. Nou ja, dan kan ik mijn pasje afgeven. Zeggen. En ik kreeg een leeg terug. Nou ja, goed. Ja, en dat zeggen we maar niet meer van tevoren, want de vorige keer. Het is ook kwaad, jongen. Ja, dat mooi niet voor de film zijn. Maar dat kan toch aan. Nou ja. Ja, echt zo. We hingen een middagje weg en die moest op Koosje passen. Stikleuk. En dan komt mijn tassen terug. Och, ja, dat was met daar, maar ja. Ja, ik zie het nog. Ik zie het nog gebeuren. En toen was hij niet zo blij. Maar we hebben gezegd. De volgende keer ben je aan de beurt, maar hier gaan vissen. Ja. En dan blijf je maar tussen. Ja, dat is logisch. Dat vissen, dat kost bijna niks. Nou, zo'n engel, wat kost zo'n engel? Ja. Dat kost ook geld, hè? Ja, dat snap ik. Nee, oké. Okay. Nou goed, ik vind het heel leuk, die site natuurlijk. En ook leuk, de inspiratiebron natuurlijk. Voor moeders, voor kinders, noem maar op. Ja. Het is daar voor. Ja, het is hartstikke leuk. Voor iedereen wat wil. Komt er maar eens op, hè. Ja, echt zo. En dan mooie vrouw wees die dat 3 dagen maakt, 2 dochters zijt en daar eigenlijk nog verveld. Daar ze hun kunnen of konijn doen. En maar ze maakt me haken, maar ik vind het fantastisch. Adje, tenslotte nog een tip, een advies voor de maas thuis. Voor thuis, nou ja, weet je, er is gewoon zoveel leuk. Ze gaan met je kinderen gewoon Tolen verkennen en af en toe eens over de brug, toch? Nou, ja. En dan zijn ons maas mee snel. Ja. Fijn weekend, geniet ervan. En kijk om maar weer naar dit filmpje en waar zie je een heel fijn weekend. Doei! Doei.